Was deze 0-0 het maximaal haalbare voor Barendrecht? Nou, ik moet zeggen dat vandaag was het een moeizame wedstrijd. In de eerste helft wij misschien iets beter van het spel hadden of iets sterker waren. Maar in de tweede helft zag je toch RC vooral gedurende de tweede helft wat meer opkomen. En kreeg ook wat kansen. Dus ik denk dat al met al dit toch wel misschien een terechte uitslag was. En, het was wel een hele slechte wedstrijd, hè? Ik kan me voorstellen van de kant dat het een hele slechte wedstrijd was. Of tenminste, zoals jij het zegt. Het was in het veld, wat ik zei, heel moeizaam. Ik speelde zelf ook niet heel goed. En ik vond dat als team hebben we uiteindelijk toch een nul gehouden. Dat is belangrijk. Maar het was in ieder geval geen goede wedstrijd. Nee, dat is duidelijk. Maar misschien zegt iedereen dat, omdat iedereen gewend is van Barendrecht dat ze zo verzorgd voetbal spelen. Ja. Dat klopt. Ik denk alleen dat... Dat je doelt op vorig jaar natuurlijk. En ik denk alleen dat je hebt nu met toplas te maken. Dat elke tegenstander is nu wat... Je hebt te maken met sterkere tegenstanders elke week. En misschien is het ook wel wennen. De eerste wedstrijd aan elkaar. Lastig. Het was niet makkelijk, nee. En ik begrijp dat je zegt... Misschien speelt Barendrecht normaal inderdaad wat beter voetbal. We zijn gelukkig pas de eerste wedstrijd. Dus we hebben nog genoeg tijd om het beter te laten worden. Jij bent nieuw hier. Je bent altijd een hoger niveau gewend. Ben je een klein beetje geschrokken? Nee, ik ben niet geschrokken. Want ik heb de laatste jaren misschien dan wel op hoog niveau gespeeld. Ik heb alleen niet heel veel gespeeld. Dus ik heb Barendrecht een aantal keer zien spelen. En ik moet zeggen dat ik ze altijd een goed elftal vind. En vond de keer dat ik ze zag. Dus ik ben ook van mezelf. Ik ben ook lichtelijk teleurgesteld in mezelf. Ik had zelf ook meer verwacht. Misschien niet helemaal fit. En nog wat conditioneel sterker worden. Zo kwam je niet over. Je was wel aardig fit. Je bleef wel lopen. Ja, maar... Ik weet zelf altijd wel gevoelsmatig wanneer ik echt helemaal fit ben. Het komt in de buurt, maar het is nog niet helemaal goed. En het moet ook gewoon beter, duidelijk. Zowel voor mij als denk ik voor het team. En waarom heb jij gekozen om naar Barendrecht toe te gaan? Ik wilde op de eerste plaats gewoon weer gaan voetballen elke week. En ik vind, ik kom zelf hier vandaan. En ik ken een hoop jongens, de club. En aangezien de topklasse dit jaar voor het eerst is geïntroduceerd. Zie ik het ook als een uitdaging. En je weet nooit in de toekomst hoe het verder gaat. Maar op dit moment focus ik me vooral op Barendrecht en wil ik hier alles eruit halen. Dat is duidelijk. Want je gaat het jaar hier sowieso afmaken. Je hebt geen clausule dat je nog voor 31 augustus weg zou kunnen. Je weet natuurlijk nooit hoe dat loopt. Maar dat is voor iedereen geldt dat. Ik denk als jij natuurlijk een stap hoger op kan, zou iedereen daar open voor staan. Maar het is niet de intentie om nu gelijk weer weg te gaan hier. Nee, dat is duidelijk. Dat is duidelijk. Dus. De topklasse, je hebt nu een klein indruk van gekregen. Je hebt vorig jaar ook wel wat wedstrijden van gezien. Wat kan Barendrecht daarin voor rol spelen? Nou ja, Barendrecht is vorig jaar kampioen geworden in de hoofdklasse. Dus ik denk dat je sowieso moet streven naar het hoogst haalbare. En ik denk dat je voor de top 5 dat je het wel kan uitspreken. Dus als jij kampioen wordt en met het team dat we hebben, moeten we daar meer uit kunnen halen. Dus ik zie ons wel een rol van betekenis spelen in de topklasse. Heb je dan enig idee, behalve dan de meerdere tegenstand, waardoor kwam dat het er vandaag niet zo uitkwam als dat je zou denken? Ja, wat ik al zei, alles is natuurlijk nieuw. Het is de eerste wedstrijd, er staat misschien wat meer druk op. Iedereen wil natuurlijk goed voor de dag komen. Ik denk dat het gewoon even tijd nodig heeft. Dat komt vanzelf goed, daar ben ik van overtuigd. Dat is geen probleem.